Nou ben ik toch in een hoop tenten geweest. Maar wat is dit een stronthok? Wat een crematorium, hè? Ik zou er nog niet opgebaard willen liggen. Zal ik de pap maken? Ja, pritstift, maak jij de pap eens. Nou. 87. 35. Het loopt godverdomme nog scheef ook. Nou heb ik toch al een hoop meegemaakt. Eerst 16 jaar lang een sigarenzaak gehad. Toen ging mijn wijf dood. En nou zit ik in de rouwfase. Met de een of andere lul de banger. Er zitten nog klonten in. Hij kent het niet, hè. Je hersens, daar zitten de klonten in. Roer er nou maar met je pap was. Hij komt ook uit een gezin, dat geloof je niet, joh. Die moeder, één grote invalide zak aardappelen. En die vader, die stinkt zo ontzettend uit zijn muil. Lijkt wel een septic tank in een benauwde caravan. Als die een boer laat, slaat je pilsje dood, echt waar. En als je nou nog lang doorhoudt hoe dat kaas spritstift, kom op, baan 1. En goed zwaaien met die kwast, flink die hoeken doen, randen meepakken en breed uitstrijken, kom op. Hallo. Hallo. Wat zijn we aan het doen? We zijn aan het pappen. Is dit pappen? Ja, dit is pappen, ja. Ja, hallo. Hallo. Zo moet je pappen, zo. Oké. En hij gaat achterin. Kom maar. Ja, kijk, kom maar. Ja, kom maar. Ja, draaien. Neem hem maar mee. Ja. Gaat er niet allemaal godveren met je klauwen aan zitten? Help heel even een beetje mee. Hier! Het wordt geen ene klote. Het wordt helemaal niet. Hij kent het niet, joh. Hij kent het niet. Je neemt ze mee. Hij is leeg. Hij is half vol. Ja. Nou, ik ging van de week gewaarschuwd naar de voorstelling. Ze hadden tegen mij gezegd, dat moet je niet heen, want het is niks voor jou. Het is ontzettend smerig en grof en, en wild en veel poep en pies. En je moet er absoluut niet heen gaan. Maar ik heb een enige avond gehad. Ik heb me echt gek gelachen. Dus dat viel allemaal reuze mee. Het is heel erg absurd en je kan alle kanten met ze op. Dames en heren, Waardberg en De Jong. Nou ben je in die voorstelling bij jullie al heel snel opgevoerd tot een hoge graad van meligheid. Hè? Is dat waar jullie op uit zijn? Nou, meligheid klinkt een beetje negatief. Dat is altijd een beetje een slappe vorm van humor. Maar we zijn wel uit op een grote grapdichtheid. En die willen we wel meteen aan het begin goed neerzetten. Ja, nou, daar zit, als je in die zaal rondkijkt, wat ik gedaan heb, dan zitten daar behoorlijk volwassen publiek en heel erg veel studenten. Ze zijn allemaal jong. Ja, nee, maar jong volwassen? Jong volwassen. Ja, heet dat zo? Wat ben jij dan? Nou, tamelijk oud en erg onvolwassen. Ja, maar wel erg knap vonden wij. Ergens wil de vrouw straks. Oh, gaan ze zoeken. Ja, we gaan zo zoeken. Nou, ik ben daar niet echt tegen. Nee, nou, we zijn nog niet weg. Nee, maar met dat... Soms heb je ook zoutjes. Zoutjes? Nee, ja. ik heb geen zoutjes, maar ik wou jullie of nog wel... iets te drinken heb ik ook niet. Maar ik wou jullie nog wel een intelligente vraag proberen te stellen. Nou, dat ben ik heel benieuwd naar. Ja, het duurt wel van wat te lang, zeg. Ja, daar moet ik ook heel erg hard over nadenken.
Nou, bijvoorbeeld deze. Ik zei dus dat er behoorlijk, volgens mij, aardig intelligent publiek bij jullie in de zaal zat. Maar het gaat dus echt helemaal nergens over, hè? Dan heb je het niet begrepen. Je komt niet met het verhaal dat er allemaal lagen met diepe bedoelingen. Ja, het stikt van de lagen. Yes. Amahoula. Ja. Ja. Jullie doen zo... Oh, ja, ik kan het ook niet, maar ik lach me daar dus... Jullie doen zo vies met elkaar. Met... Nou, dat is voornamelijk Wil. Met Wil is een hele vieze man. Met spuug. En ik ga het niet verraaien, maar ik dacht... Jullie moeten wel erg veel van elkaar houden... om zo vies met elkaar te kunnen doen. Ja, dat is lief. Erg veel homopubliek. Dat is echt waar. Hoort dat echt... Nou, die doen bij lange na niet zo vies als jullie. Ja, dat weten wij weer niet natuurlijk. Mark doet wel eens rare spelletjes, maar... Ja. Dan zeg ik dat de warming-up is. Ja. Ik heb heel erg de indruk dat jullie daar... Nou, wij kunnen dat. Dat jullie daar in die voorstelling doen wat je van je vader en je moeder nooit gemogen hebt of zoiets. Nou, of van de leraar of zo. Nou, ik weet niet. Mijn moeder was bij de première afgelopen woensdag. Ja. En dan ben ik altijd wel een beetje bang. Mijn vader was er ook trouwens. Maar dan denk je van, oh god, wat gaan die mensen ervan vinden? En iedereen zegt, god, zijn jullie grof en smerig en doen jullie rare dingen. En degene die dus het meest rustig bleef, was gewoon mijn moeder. Die zei, ja, dat deed ik thuis ook. Thuis erg veel gespuugd. Ja. En nu verdien je dan nog aardig je boterham mee. Ja, als je met spugen je geld kan verdienen, joh. Dat kan jij niet zeggen. Nou. Hele papel. Jullie zijn ook knap. Jullie zijn knap ruw. Ik bedoel, je ramt keihard op elkaar. Ram je elkaar niet stuk? Gewond. Nou ja, ik Wil voornamelijk. God, die arme Wil. Ja, dat hebt hij ook nog niet door. Maar... Nee, maar serieus. Nou, dingen zijn wel echt... Ik bedoel, als ik een klap geef, dan is het een goede klap. Maar ook met het publiek. Ik bedoel, jullie gingen hier nu even over het publiek heen en ik hield mijn hart vast. Dat gaat nog een graadje erger in de kleine komedie. Als je er naartoe gaat om te kijken, gebeuren er nooit ongelukken mee? Tot nu toe nog niet. Nou, vrijdag was er een meisje. Toen ging die rol eerder kapot, die rolbehang. En toen riep Mart dat ik terug moest komen met die rol. Maar meestal loop ik alleen zo de zaal en dan nooit terug. Dus ik kende die beweging niet. Toen ben ik op een meisje gestapt en die bleek hernia te hebben. Echt, ik... Maar die heb ik affiche gegeven, dus. Ja, is weer gelijk hersteld. Nou, dat zoenen, hè. En ik heb één keer iemand met een voetbal een bril eraf. Dat is alweer lang geleden. Maar dat is lang geleden. Ja, wat moet je dan? Ik bedoel, echt leuk is dat niet? Nee, dat is niet echt leuk dan. Nee. Dan valt het ook een beetje stil en de grappen die je daarna maakt zijn van heel bedenkelijk allooi. Hebben jullie geen enkele boodschap aan een boodschap? Niet echt, niet op het toneel. Nee, heb je niet de behoefte om politiek, misstanden... Absoluut niet. Vind ik zo saai. Ja, Freek doet dat anders heel erg. Ja, maar die kan dat heel erg briljant, vind ik. En dat kunnen wij gewoon niet. Zou ik niet kunnen. Nee. Zoals hij dat kan, dan kan ik niet. Dan ben je veel slechter. Dan ben ik heel slecht. Zo, nou. Hebben jullie... Ik moest wel ergens aan denken toen ik jullie zag. Hebben jullie voorbeelden van mensen die... Nou, wat dacht je? Heel erg. Stan Laurel en Oliver Hardy. Nou, ik vind het altijd wel een compliment als mensen dat erin zien, maar... er zit natuurlijk wel... Mart is dik, weet je wel. Mart heeft zelfs tieten. Ja, Mart, nou, een heleboel mensen na de voorstelling, als ze hem half bloot hebben gezien, dan zegt hij heeft echt tieten. Waanzinnig. Hij heeft tieten. Ja. Ja, nog een week en er komt melk uit. Nee, maar je hebt een dikke en ik ben een wat dunner en ik ben wat losser in motoriek. Ja, maar dat was niet, ik bedoel, het is niet zo eenvoudig dat ik dacht, die is dik en die is dun en daar moet je eraan denken. Nee, zo is het niet. Nee, ik weet het niet, dikke en dunner, dus complimenten. En ik heb daar wel naar gekeken. André van Duin? Ja, André van Duin. Ja, leuke man. maar ook daar nemen we geen voorbeeld aan, echt. Dat zijn ook meer aaneengeschakelde scènes en sketches, echt. Met een soort clue eraan. En bij ons, wij zijn wars van elke clue. Jullie hebben werkelijk briljante kritieken in alle kranten. Ze komen niet uitgeloofd en geprezen. Ja. Maar ook Waard brandt erop. Dat lijkt me erg.
Ja, wat moet je nou nog? Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, sorry, ja, dan een beetje kappen. Ja, ja, hier zitten en dan ophalen. En dan kappen, ja. Nee, maar gaan het zo aankondigen, je, maar dat duurt nog even. Ja, als je nou, heb je niet het gevoel, we moeten nodig iets anders gaan doen, nu ze het allemaal zo mooi vinden in de krant? Nou, het moeilijke is om steeds weer een programma te verzinnen wat over het vorige heen gaat. Dus dat je in humor een slag verder moet, maar ook in grofheid, want... Ja, dat willen we dan ook. We willen toch een stap verder komen, overal mee. En ja, dat wordt steeds ingewikkelder om dat bij elkaar te verzinnen. Hebben jullie vak geleerd? Heb je dit vak geleerd bijvoorbeeld? Nee. Behangen. En vrij broert. Ja, maar ja. Jij moet een vak geleerd hebben, want je speelt zo ongelooflijk mooi op die bas. Ja, ik ben verpleeghulp geweest. En ik heb in een glasfabriek gewerkt en zo moest ik van die glazen die langs kwamen, moest je met je vinger overheen om te kijken of er geen scherpe randjes waren. Waar heb je geleerd om zo prachtig op die bas te spelen? Ik heb 4 jaar, dus heel mensen zien dat er niet meer zo in af, maar ik heb wel 4 jaar klassiek les gehad van iemand van het Rotterdamse Philharmonisch. Ja, dat zie je er wel aan af. Ja, vind je wel? Goh, zeg. Ik vond het zo mooi. Ja. Jij hebt trouwens wel een vak geleerd. Jij hebt toch op de theaterschool voor expressie of zoiets? Academie voor expressie, ja. Nou, maar dat leer je geen vak, joh. Ja, daar heb je 4 jaar lol en je drinkt een biertje, maar ligt er geen vak hoor. Nee. Zeg, als ik nou hier zo de rommel over zie, hè, zijn die theaterdirecteuren eigenlijk ontzettend blij als jullie komen? Ja, de meesten vinden het wel leuk. Ja, we slaan onze spijker in de muur en dan wordt ons gevraagd, als we dat de dag erop weer doen, dat we dan moeten stoppen en zo. Dat doen we niet, we slaan gewoon de spijker. Dus, en veel water, hè? Ja, het is ook wel. De troep valt wel mee, hoor. De kranten overdrijven ook wel een beetje, vind ik. Van, het is al zo erg en zo verschrikkelijk. Nou, het is behoorlijk goor. Ah, soms komt nou. Je bent niet veel gewend, hoor dan. Nou, ik heb mijn hele leven zo graag zo als jullie met vanillevla willen spelen. Doe een keer mee. Ik zou dat echt heerlijk vinden. Nou, jullie staan nu in de Kleine Comedie tot hoe lang nog? Nog een week, tot en met de 24e. Is alles al uitverkocht of nog niet? Weet ik eigenlijk niet, maar misschien als het echt heel druk wordt, gaan we nachtvoorstellingen spelen. Zijn jullie op weg naar Carré? Dat is nog groter, zijn kan je nog viezer doen. Zijn we lang geweest, joh. Waar was hij? Nee, we hebben wel eens gestaan, 10 minuutjes, ten behoeve van de Kleine Comedie, dat hij bleef bestaan. Ja. Maar hij is een beetje benauwd teentje, vind ik. Klein, hè? Ja. Kleine toko. Om te verbouwen. Heerlijk. Ja, dan hebben we leuk. Ik, als jullie het zelf willen, wens ik je Carré en alle goeds en bedankt voor het gesprek. Jol Hul, wat betekent Jol Hul? Nog snel. Ja, dat betekent zoenen, hè? Achter toch? Ja, zoenen. Ja, waar de buur gaat in. Wacht even, hoor, stop. Ja, oh. Mart, jij nog, Mart? Ja, lekker hoor. Ja, goed hoor. Ja, jij zoent hem. Dan heb ik een hoop gezoend, Son, maar dit is echt een ramp. Nee, dat was echt... Nee, pak hem. Nee. Ik geef toe, het was niet echt lekker, maar voor zometeen toch. Lekker, ik schrok er zo van. Lekker zoenen. Lekker slapen en morgen gezond weer op. Genieten als de VARA uitzendt. Genieten en gezond weer op. Extra genieten wordt er met VARA TV Magazine.